Het is 3 juni en vandaag beantwoord ik een kijkersvraag in de serie Vaderschap en Autisme, hoe ik omging met de veranderingen van de geboorte van mijn zoontje. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horst en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Vandaag beantwoord ik een kijkersvraag die al een tijdje geleden gesteld is. Iemand die reageert op de eerste vlog van mij over vaderschap en autisme, waarin ik laat zien dat ik met mijn zoontje aan het spelen ben. En diegene die vertelt eigenlijk eerst tegen mij en ik lees het even voor. Mijn man lief met autisme speelt niet met onze dochter, heeft hij eigenlijk nooit gedaan en hij zal het ook nooit gaan doen, denk ik. Hij kan het niet, hij heeft geen idee wat hij zou moeten doen met haar en wat zij leuk vindt. En hij vindt er gewoon eigenlijk echt niks aan. Dat is wel heel erg eerlijk. Hij wil het ook niet, want daar zijn moeders en vriendinnetjes voor. Hij heeft met behulp van een psycholoog op een andere manier geprobeerd om contact met haar te maken. Zoals samen een rondje om en het ontwerpen van een caviarvilla. En hier en daar gesprekje hoe het was. Maar dat was het. Toen ik die video maakte, moest ik denken aan deze specifieke casus. Deze meneer is nou een keer in een tv-uitzending geweest over autisme, waarin ik ook zat. Die kunnen jullie wel terugvinden. In de uitzending zegt hij eigenlijk ook al dat hij het moeilijk vindt om met zijn dochter te spelen. Want wat doe je dan? Ik denk dat die overtuiging, die zit niet specifiek alleen bij mensen met autisme. Dat is ding 1. Ding 2 is, ja, sommige vaders vinden het gewoon niet leuk om met hun kind te spelen. En 3, dat is eigenlijk wel het autisme ding. Als de context ontbreekt, dan weten we vaak niet wat we moeten doen. Dus daarvoor dat die psycholoog ook allerlei dingen heeft geprobeerd. Ik herken uit mijn eigen leven dat ik ook wel heel erg heb moeten zoeken eigenlijk naar die dingen die ik dan met hem kan doen. Hij is een jongen, daar ben ik best wel blij om. Dus dan kom je snel tot autootjes spelen, stoeien en qua jongensstreken uithalen. Daarbij had ik op zich wel veel context. Ik denk dat voor mij anders geweest was als het een meisje geweest was. Was misschien wat lastiger geweest. Hoe heb je om kunnen gaan met de verandering in je leven? En hoe heb je dat ervaren? De verandering van het krijgen van een zoon. Dat was eigenlijk de grootste verandering tot nu toe in mijn leven. Ik denk dat de fase waar ik nu in zit daar nog steeds eigenlijk te maken mee heeft. Er is zo ontzettend veel veranderd. En ding 1 is eigenlijk qua verantwoordelijkheid. Ik heb altijd verantwoordelijkheid voor die jongen. En ik wil het ook heel erg goed doen. Maar ik weet niet altijd hoe, en dat spreekt eigenlijk ook uit jouw casus. Dag 1 dat hij geboren was, is eigenlijk mijn hele leven veranderd. Ik had mijn zoon in mijn armen en dat heb ik in de eerdere vlog ook verteld. Dat is een van de mooiste momenten van mijn leven. Maar wat er daarna gebeurde, er was in één keer een derde gezinslid bij en dat was vrij ingewikkeld. En eigenlijk ook een vierde gezinslid, de mevrouw van de kraamzorg, kwam ook bij ons thuis. En die mevrouw van de kraamzorg, die bracht nog een extra element in. Want zij ging ook nog allerlei dingen op een andere manier zetten en het hele huishouden op een andere manier doen. Ik merkte dat ik dingen ging doen die eigenlijk wel bij het standaard autisme horen. Ik ging bijvoorbeeld alle kopjes met de oortjes recht zetten op de aanrecht. En uiteindelijk was het zo'n groot drama dat ik zelf in een hoekje zat te wiegen. Een awkward moment. In de opvoeding van een kind verandert het telkens weer iets. Je bent net gewend dat hij om 8:30 naar bed gaat. Terwijl hij nu zijn middagslaapje niet meer heeft. En nu dan om 6:15, 6:30 naar bed gaat. Vereist een hele andere planning van mij. Want ik wil wel tijd met hem doorbrengen. En dan heb je nog een vraag. Hoe ging ik om met het gehuil? Het gehuil ging voor mij door merg en been, want ik dacht gehuil is verdriet, dus er is iets aan de hand. Maar ik wist niet wat dan het gehuil betekende. Ik heb erg veel gehad aan Dunson's Baby Language, een soort boekje, video tool, zeg maar, wat uitlegt wat welk gehuil betekent. Op een heel simpele manier legde hij uit welke 4 of 5 soorten huiltjes er waren. Die hadden we gewoon op zijn kamertje hangen en dan wist hij, oh, die huilt omdat hij honger heeft, of omdat hij pijn heeft, of omdat hij gepoept heeft. Maar als het gehuil langer doorging, dat was erg ingewikkeld. Ik heb daarvoor gewoon oordop gekocht. Niet dat hij alles afdempte, maar ik moet niet gestrest worden, want daar heeft hij niks aan. Dus ik heb gewoon oordoppen die geluid net een klein beetje dempen, waardoor het makkelijker was om daarmee om te gaan en gewoon mijn ding te doen. Dus dat heeft mij erg geholpen, een mogelijke tip voor andere ouders. En dat is de laatste vraag die je stelt. Hoe ging je nou om met het feit dat je partner de aandacht moest verdelen tussen jou en je zoon? Ik was op dat moment veel bezig met werken. Ik heb daar niet zo heel veel van gemerkt. Misschien op de achtergrond eigenlijk wel en vond ik het eigenlijk wel lastig en is dat ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld daarna uit elkaar zijn gegaan. En al was dat een proces wat er eerder al was. Ik kan daar niet zo heel erg veel over zeggen. Ik heb gewoon ook een goede verdeling gemaakt over dat ik 's avonds voor hem zorgde en 's nachts. Maar daar zal ik nog wel eens een andere keer iets over vertellen. Ik hoop dat ik je vragen zo goed beantwoord heb. Mocht je nou nog een vraag hebben, stel hem gewoon. Mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans. Het is echt mooi om te zien hoe je kind al opgroeit tot een volwassen persoontje. Al is hij dan maar 3,5.